jouw vriend, Hugo Borst, schreef vandaag een column erover. Steeds vaker moet ik aan Clarence Seedorf in Oranje denken als ik aan Xavi kijk. Een fantastische clubspeler, maar in het Nederlands elftal was het vaak een geforceerde bedoeling. Ik weet zeker dat Seedorf wijze raad heeft voor Xavi. Want Clarence, hij was al heel vroeg oud en wijs, had altijd goede raad. Wat zou hij zeggen? Ik ben heel benieuwd. Ja, ik heb een goede raad voor Hugo zelf. Oh? Oh, hoi. en ik had dit antwoord al verwacht. Ja. Hij moet ietsje minder opinie hebben over dingen waar hij niet alles van weet. Okay. Dat is één. En het tweede is dat als wij hetzelfde gaan doen wat met mij gebeurd is, dan verbranden we straks weer een ander talent. Dit is een jongen, en ik ben het eens met kritiek hebben. Dit is allemaal, als het zuiver kritiek is, en dit is allemaal geen probleem. Wessel heeft aangegeven, laat hem hiervan leren en laat hem hier beter worden. Maar alsjeblieft, creatieve spelers, die zijn er niet zoveel. Dus laat hem de fouten maken, ervan leren en hopelijk snel. Maar dat hij nou anders gaat moeten spelen, nee. Hij moet alleen maar gaan begrijpen wanneer wel en wanneer niet. Voor mij heeft het Commander heel goed verwoord. En dat kan je alleen maar gaan begrijpen als je wedstrijden speelt. En hij heeft ook nog iets anders. Dat vanuit een andere positie is ook een hele andere interpretatie. Men vergeet wel eens hoe moeilijk het is om als je elke week bij een club op een bepaalde plek staat. En dan kan ik heel veel mee vinden. En dan kom je bij het NL zelf en dan word je op een andere plek gezet. Dat is niet zo automatisch. Dus zeker is het belangrijk om die kritiek te geven. Want daar word je beter van. Maar ook de tijd om daarvan te leren. Ja.